Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer vrijdag. We zijn er weer bij tijd erbij. Het is 17 minuten over 10. En het is 12 april. Ja. De tijd houdt geen schaft. Nee, wij gaan door. En wij gaan niet door, wij zitten op onze kont. Maar dat doet er allemaal niet toe. Nee, dat doet er allemaal niet toe. Ik zit ook op mijn kont. En met mij misschien wel meerdere. Maar daarom doen we nog wat. Ja hoor, want zoals die meneer die loopt rond. En die andere meneer loopt buiten rond. En ik heb mijn camera amper bedienen, want ik heb niet de normale houder eronder. Het is allemaal wat. Jullie krijgen zo meteen eten, want Rebecca komt ook zo. Ja, andere dag dan we gewend zijn, maar dat maakt niet uit. Nee. En ik wens jullie een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ik moet ook 11:45 moet ik bij de huisartskant wezen. Anders een bloed laten prikken. Dan moet ik naar de andere kant van hetzelfde gebouw, naar de fysio. Dus ja, komt allemaal goed. Jij moet je kap even af, anders kun je zo meteen niet eten. Jo, help je mee? Goed zo. Ja, want ik heb weer een druk schema. Astrid die komt vanmiddag, maar die komt wat later, had ze gezegd. Dus al met al, we eten vanavond gewoon maar een lekker patat met saté erbij. Ja, dat is ook lekker, toch? Ja. Ik op de terugweg zal ik nog even een nieuwe fles mayonaise bij meenemen. En dan komt alles wel goed. Ja. Ik heb wat tafel staan, maar af en toe nog wel twee borden erbij. Ja, toch? En twee schaaltjes. Jo, kijk maar. Dan kan ik ook weer... misschien wat in de vaatwasser kwijt. Dus, maar dat komt allemaal goed. En hier zit er ook eentje weer te mekken. Die vraagt ook haar aandacht. Die wil ook eten. Hé, hey, ja nou, wat verdikkie hè. Dus lieve vrienden, ik heb nog druk. Dus ik ga eens snel aan de gang. En ik wens jullie een hele fijne dag. Hier schijnt de zon. Maar het is ook aan de andere kant weer triest, grijs en donker. Ja, ik kon de donkere lucht aan zeilen van hier tot yesterday. En daarom is het ook wel bewolkt, maar toch ook nog blauw. En het zonnetje schijnt daar aan die kant. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, ik sta weer startklaar. Ik drink op de sjaal nog om, want het is bitter koud. En dat op de booster, ik zit stil. Dus het wordt ook straks handschoenen aan. En dan ga ik met die banaan. Want ik moet bloed prikken. Ik moet op 11:45 wezen. Dus ik zou zeggen, tot vanmiddag. En geniet. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb een nieuwe fles mayonaise gelijk even meegenomen. Ik kreeg bij de huisartsenpraktijk. Ben ik niet geprikt, want ze hebben weer heerlijk langs elkaar heen gewerkt daar. Ze hadden mij verteld dat ik vandaag dus voor bloedprikken moest komen om 11:45. Wat blijkt, het is pas in mei. Ja, nou niet leuk dus, maar oké. Bij fysiotherapie heb ik helaas niet gefietst en ook niet gelopen, nee. Hij heeft mijn schouders en mijn nek wat aan het masseren geweest. En dinsdag wordt dat weer gedaan, moet ik er weer heen. In plaats van vrijdag, want vrijdag is hij er niet. Nee, dan heeft hij lang weekend vanwege de Pasen. Dus ja, en ik heb bij de huisartskant heb ik een verwijsbrief gekregen voor EMDR. En daar wordt vrijdag, aankomende vrijdag, ook even aan gewerkt. Dus. Komt goed. Dan moeten we maar zien of dat wilt helpen bij mij. Maar ik ben bang voor niet. Als het is beweegtherapie. Ja, nou ik zie het al voor me. Nee, schiet ik toch weer lacht. Dat werkt bij mij meestal niet. Ja, meisje lief. Er is er eentje die
Ja, liefje. Ja, vertel het eens. Jij wil wat eten, hè? Ja. Nou, je krijgt het zo. Ja. Want ik wil koffie. En even een bekerkuppensoep. Ja, even warmer, want het is echt koud. Er staan daar twee oude heren midden op straat. Moet er eens een keer een auto aankomen. Met een mobiel en er wordt wegwijs gegeven van die kant op, die kant op, die kant op, daar naartoe. Dus was er even één die wist de weg niet. Nee, die loopt hier nieuw rond. Wat het voor een mannetje was, weet ik ook niet. Maar oké, komt allemaal goed. Ik ben waarschijnlijk. We gaan het afsluiten. Ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. En geniet ervan. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Astrid is net de deur uit. De boel is weer aan de kant dat ik het nou in ieder geval een berg af was staan. Dat vinden vader morgen wel. Ja, ja. Een hele bende boelenveel. Ja, ja. Maar het maakt niet uit. De vader doet het wel, hoor. Frode die is aan het eten. Eeuwen die is aan het eten. En de andere zit achter de deur. Dat, ja, even jeuk, hè. Dus ja, dat is opgelost. Morgen schijnt er van alles, tenminste van alles. Hebben we de halve marathon van Den Helder. Ik zal enkel nog kijken hoe laat dat begint. En dan probeer ik het een en het ander op de vlog te zetten. Is altijd leuk. Ja toch? Zou ik zeggen. Dus dat komt allemaal goed. Ik wens jullie nu allemaal een hele fijne avond toe. En daar ik mijn camera nou niet te samen met mijn lamp kan gebruiken. Ja, moet ik met twee handen zo gaan zitten. Nou, zie je het al voor je? Nee dus, ik niet. Kijk, niet wisselen, niks. Dus daar moet ik morgen ook nog mee weg. Dat dat weer goed komt. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Voor later wel trusten en uiteraard slaap lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. Ook weer gezond op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Of niet dan? Ik zeg van ja. Doei doei!